verspreiden van nieuwtjes of wat ook. Aan de andere kant kan je zeggen, journalistiek moet natuurlijk zo onafhankelijk mogelijk blijven. En niet emotioneel betrokken zijn bij... Ja, maar goed, als je nu kijkt naar hoe het nieuws wordt neergezet. Ja, ja, daar wordt heel veel retoriek bij gebruikt. Oh ja. Hè, afschuwelijke X of de meest blade van de uit het tijdperk. Ja, het afschuwelijke nieuws dat je maar 100 km per uur mag op de A2 bijvoorbeeld. Ja, ja, inderdaad, ja. Nee, dat het nieuws van terrorisme nog niet heeft verdrongen, begrijp ik nog steeds niet. Heeft het toch? Oh, echt waar? Oh, oké, gelukkig. Anyway. Maar goed, dat soort dingen hè, over de A2, dat lees ik niet meer. Dat is wel heel prettig. Nee, dat staat niet in de evening nieuws. De evening edition. Ja, ik lees het ook. Ik lees al sowieso al niet al te veel nieuws. Eigenlijk heel veel entertainment. Maar dat zijn de lolcats en dat soort dingen. Okay. Dat vind ik wel grappig. Ja, ja, ja. Daar kan ik mijn avond wel mee vullen. Ik merk ook dat het vooral heel erg... Ja, noem je dat? Precies wat je zegt. Het gevolg wat er uiteindelijk uitkomt. En dat geldt eigenlijk ook over politieke dingen. Die zijn zo... Het is gewoon heel erg oppervlakkig. Het heeft zo weinig betrekking op je leven. Althans, de manier waarop zij het brengen. Dat je denkt van ja... Nee. Ik ben liever arm dan rijk. Nou, ik vond dit in ieder geval... Want ik erger me al heel erg lang aan aan online nieuws. Van hoe slecht dat wordt gebracht. Ja. En dat die bedrijven, dat ze daar niet over nadenken. Dat ze gewoon blijven vasthouden aan die oude vormen. De oude vorm van papier of tv. En dat ze niet... Nou ja, ze hebben de vorm wel veranderd. Hè? Ze zijn eigenlijk... de wasstraat is bijna afgelopen. Dus we moeten echt nog feedback doen, maar... Er is geen feedback. Er was heel weinig feedback. Ja, heel weinig inderdaad. Maar hij was ook niet zo goed voor. Het was niet zo goed en het is vakantie. Dus waarschijnlijk wordt deze ook helemaal niet begrepen. Of krijgen we commentaar pas over 3 maanden of zo. Maar ik sprak toevallig laatst ook met een boekenuitgeefster. Ja. En die hekelde ook de nieuwssites en sowieso het nieuws in het algemeen. Want het is niet, ze zijn wel degelijk veranderd sinds online. Want ze zijn erachter gekomen dat actualiteit, dat de driver is van mensen om terug te komen. Ja, ja. Mensen willen telkens iets nieuws zien. Als er iets nieuws is, dan is het niet waardevol. Ja, dus ze brengen gewoon flutnieuws als het maar regelmatig geüpdate wordt. En als je dan kijkt naar het verdienmodel van nieuwssites, het terugkomen van mensen, dat is het meest waardevol. Ja. Want ze zijn er al lang achter dat mensen niet doorlezen. Het gaat inderdaad helemaal niet over kwaliteit. Het gaat over oogballen. Ja. En hoe meer oogballen ze per dag hebben, hoe meer een banner is bekeken, hoe meer geld ze verdienen. En dan, en ze zijn ook realistisch. Diepgang zoals vroeger kranten veelal brachten. Ja, dat is gewoon niet meer van heden dagen. De mensen verwachten dat niet en kijken er ook niet naar. Volgens mij is dat dus helemaal niet waar, hè? Ja, ik denk dat mensen willen mensen best wel diepgang. Alleen willen ze... ik denk dat wat die Evening Edition doet, dat is heel slim. Die bieden diepgang als je dat wil. Ja. Dus die geven linkjes. Die gaan dus niet meer zelf... allemaal mensen op pad sturen die onderzoek doen. Nee. Nee, die linken naar andere mensen die dat al hebben gedaan. Ja, ik denk voornamelijk dat mensen in de afgelopen 3-4 jaar geconditioneerd zijn dat actualiteit eigenlijk het enige wat ook geboden wordt. Waardoor mensen ook online heel weinig zoeken naar diepgang of diepgang sowieso verwachten op een nieuwswebsite. Dus, maar dit waren eigenlijk twee voorbeelden waarvan ik dacht, kijk, dit is echt een andere benadering van het nieuws. Dit is een hier. En ik denk die Evening Edition, dat is echt bedacht. Dat is echt van, dit is wat we willen. Mm-hmm. En die andere, die murder database, ik denk dat een meer iets is wat ontstaan is. Dat het gewoon wel ontstaan vanuit de behoefte. We willen achtergrondinformatie verzamelen. We willen gewoon meer weten over hoe het zit. Mm-hmm. Misschien ook de interesse van de journalist zelf. Om de grote lijnen vast te leggen. Ja.
Want ik weet ook dat een heleboel, zoals we al zeiden, van een heleboel nieuws is retoriek ook geworden. En misschien willen sommige journalisten ook met data mining ook zeggen van, oké, maar laten we dat eens duiden. Is dit inderdaad de grootste, het grootste moordaanslag ooit? Zoals dat in Colorado is gebeurd. Iemand mensen bij de Dark Knight film over de hoop heeft geschoten. Er werd gelijk gezegd de grootste of meest tragische of weet ik veel wat. Ja, dan is het goed dat er iemand controleert. Zo van, maar is dat eigenlijk wel zo? Of waar kunnen we dat mee vergelijken? Of is dit een trend wat steeds vaker gebeurt of wat ook? Mooi feitje van wat daar toen is gebeurd. Of dat is natuurlijk... dat komt zo gek. Die loopt uit de bioscoop binnen, schiet wat mensen dood. Ja. En in Colorado dan mag je een geladen pistool of geladen wapens bij je hebben. Mm-hmm. Ja. Op straat. En wat ze toen hebben, nou ja, dat is natuurlijk, het is niet zozeer de oorzaak dat dat mag, maar als dat niet mocht, als je geen wapens mocht kopen, dan was het wat lastiger geweest om die moorden te plegen. Ja. Maar wat nu wat er nu is gebeurd, nu mogen mensen niet meer als Batman verkleed naar die films. Dus er is niet gezegd, je mag geen wapens mee naar de bioscoop, nee. Nee. Je mag niet als Batman verkleed. Maar was dat specifiek Batman? Want hij was verkleed als een SWAT. Hij was niet eens echt verkleed volgens mij, of wel, ja. Jawel. Toen hij ging het... Dus hij was theater. Niet eens als, maar dat is wel, je mag niet als Batman verkleed. Hij was wel zwart gekleed, dus. Maar dat is, ja, het is krom. Maar er zijn sowieso, specifiek over dat ding. Wat mij vooral opviel is dat het woord Batman, The Return of the Dark Knight, of hoe heet die film? Dat werd in elk artikel genoemd. En dan denk ik van, hoe is dit relevant? Ja, waarom? Waarom gaan ze daar leggen? Komt dat telkens terug? Ja. Het is misschien wel leuk als haakje van, nou, het is dit geval, hè, in een bioscoop met deze film. Maar de hele filmtitel werd zeg maar heel erg consistent in zijn compleetheid. Ja. Heel grappig.